Ja, het was een andere setting vandaag, Noeska, dan waar we je normaal in treffen. Want je hebt een kliniek gegeven. Hoe ging het vandaag? Ja, goed. Prima. Sinds de zomer zijn we eigenlijk wel vaker op pad om clinics te geven. En vandaag was weer heel leuk op een middelbare school natuurlijk. Enthousiaste leerlingen die allemaal vrijwillig hadden ingeschreven. Dus dat begin je al natuurlijk met een leuke groep. En het was hartstikke leuk. Wat zijn nou dingen die je ze dan meegeeft, deze kliniek? We laten ze gewoon vooral een beetje kennis maken met het boksen. Dus we zorgen ook wel dat ze goed gezweet hebben en dat ze lekker voldaan thuiskomen. En ook wel wat extraatjes zoals de schijnbewegingen of hoe je moet omgaan met een harde klap die je krijgt. En hoe je dan door moet boksen. Gewoon een beetje de basisbeginselen verder. Wat ik een beetje merk is dat ze toch dat ze het pittig vinden, maar dat ze ook heel erg ook intensief die training ervaren. Ja, is wel de bedoeling. Dat is wel boksen. Het is natuurlijk leuk als je er een uitdaging van maakt. En het hoeft allemaal niet te makkelijk te zijn. Is dat voor jezelf ook leuk om je kennis van de sport over te dragen? Ja, zeker. Al is dit voor ons natuurlijk wel echt het begin. En hoe verder je gaat, eigenlijk hoe ingewikkelder het wordt. Dus het kan steeds moeilijker. Maar dit is de basis. En dan proberen we al een beetje mee te geven van de extraatjes. Dat is hartstikke leuk. Want de groep waar je nu voor hebt gestaan, dat zijn middelbare schoolleerlingen. Moet je daar dan een ander programma voor maken dan dat je dat bijvoorbeeld voor volwassenen doet? Nee, eigenlijk niet. Juist kan je een beetje denken, het zijn jongeren, het zijn kinderen die allemaal, meesten zijn al fit en sporten al. En dat is eigenlijk het enige verschil met een andere groep volwassenen. Die zijn soms echt heel erg out of shape en... Dus daar kun je een beetje meer mee spelen. Je kan hier wat meer de grenzen opzoeken eigenlijk. We zijn hier op de school omdat dit een voorproefje is van het flexrooster, flexibele rooster. Wat houdt dat in? Ja. Het flexrooster houdt in dat leerlingen 3 blokken van 80 minuten les krijgen op een dag. En aan het begin en aan het eind van de dag zitten studiewerktijduren die ze zelf kunnen invullen. En met name in de middag kunnen we dan ruimte creëren om wat extra's te doen. Want dan kunnen leerlingen een studiewerktijduur inruilen voor bijvoorbeeld een boxkliniek van Noeska Fontijn. Of een andere sportkliniek. Of iets wat leerlingen zelf aanvragen. En dan zorgen wij dat het aanbod er komt. Er zijn ook al zat ideeën bij de collega's om iets te doen bijvoorbeeld met sport of toneel of dans. Daar is het groen de afgelopen jaren wel heel goed in geweest. We hebben 20 jaar Mutoda gedaan. We hebben het nu in een iets gemoderniseerde vorm. Dus dat kunnen we mooi aan het einde van de dag doen. En dan zijn de leerlingen toch nog steeds op een acceptabele tijd klaar. De reguliere lessen stoppen om 2 uur. En dan hebben ze een uur in de onderbouw, een uur huiswerkklas. En daarna gaan we dan aan de slag met de extra activiteiten. Is het ook bedoeld om jongeren daarmee een platform te geven om verder te kijken dan alleen de schoolvakken? Het is van belang dat kinderen met plezier naar school gaan. Daarvoor bieden we ook die extra faciliteiten aan. Maar net zoals de sportactiviteiten, er is natuurlijk zo langzamerhand ook steeds meer bekend geworden over dat je goed kan leren op het moment dat je ook goed in je vel zit. Dus een gezonde geest in een gezond lichaam. Dus vandaar dat we gevraagd hebben aan Noeska of ze dit wilde doen. En dat wilden ze graag doen. Dus dat is erg leuk om dat een keertje mee te maken op deze manier. Ja. Dan moeten we het misschien even uitleggen waarom we hier bij de school in Vlaardingen zijn. We zijn natuurlijk een Schiedamse lokale omroep. Maar ik heb begrepen dat ook de nodige leerlingen uit Schiedam komen. Ja, er komen aardig wat kinderen uit Schiedam. We hebben veel kinderen uit Vlaardingen. We hebben ook aardig wat leerlingen uit Maassluis. Dus we hebben echt wel een functie binnen de regio dat als leerlingen het leuk vinden om met dit rooster aan de gang te gaan, dan komen ze niet alleen uit Vlaardingen, maar ook uit omliggende gemeentes. Ja. Waarom hebben jullie meegedaan aan de kliniek van vandaag? Nou, boksen leek mij best wel leuk sport en Danouk zit er zelf ook op, dus dat lijkt me best wel leuk om ook te doen. Nou, ik hoorde dat Noeska Fontijn kwam en ik had haar al in het ziekenhuis gezien, dus ik vond het leuk en ik zit zelf op thaiboksen. Maar voor jou was het al extra leuk, denk je, dat Noeska hier kwam vanmiddag? Ja, heel erg. Was dat voor jou ook nog een speciale reden om te komen, dat Noeska hier kwam? Ik wist eigenlijk niet eens wie zij was, maar zij zei dat ze heel goed was. Dus het leek mij best wel leuk om haar te ontmoeten. Jullie hebben wel een pittige training gehad, hè, vandaag? Ja, zeker. Wat heb je allemaal geleerd? Nou, hoe je harde stoot geeft, hoeken en hoe je jezelf... goed kan verdedigen en dat je
het beste in beweging kan blijven als je stoot geeft. En dat vind ik ja heel leuk. Nou hoor ik van jou dat je op thai-boksen zit. Waarin verschilt dat nou van gewoon boksen? Nou, bij thai-boksen moet je ook trappen geven natuurlijk. En bij boksen moet je heel veel echt vooral slaan. En natuurlijk, maar en je moet ook heel goed kunnen blokken. En niet alleen, want bij thai-boksen is het meer dat je ook een beetje weg moet en zo. En hier moet je echt gewoon met je handen goed staan ook. Nou, dan even over jezelf. Het jaar 2017 is denk ik een wat rustiger jaar. Ja, klopt. Dit jaar zijn er niet echt hele grote toernooien. Al hebben ze net wel weer bekendgemaakt dat er een EU-kampioenschap komt in augustus. Dus dat is dan toch wel weer een leuk toernooi om mee te pakken. En ja, verder wordt het dit jaar een beetje schipperen ja, tussen trainen en toernooien en ook wat andere dingen. Want dat is denk ik dan wel belangrijk voor jezelf dat je dit jaar toch probeert om je zo goed mogelijk ook weer voor te bereiden op wat er later weer staat te gebeuren. Ja, klopt. En tegelijkertijd moet je wel elke keer een doel hebben. Dus het zal een beetje verdelen worden tussen nou, dan train ik misschien nu ietsje minder. En naar Rio toe was het natuurlijk altijd 2 keer per dag en het ging altijd door. En, het was altijd, en nu is het wel eens dat er iets tussen komt en dan is het niet zo erg. En naar de toernooien zullen we ons weer heel serieus voorbereiden. En vanaf na de zomer zeg maar, dan is echt alweer de voorbereiding. Want misschien staat in januari alweer de eerste EK of WK voor de deur. Dus dan moeten wel stappen gemaakt worden. Merk je nou trouwens na de Olympische Spelen dat er ook extra belangstelling is voor het boksen bij mensen? Dan met name bij damesboksen? Dat merk ik zelf niet zo. Omdat ik zit natuurlijk niet achter de balie bij de sportschool. Maar ik hoor het wel van allerlei kanten. En aan aanvragen aan clinics en dingen die wij doorkrijgen. Ja, dan loopt het boksen wel goed. Dit is ook een onderdeel geweest voor de school voor het flexibele rooster, zoals ze dat zelf hebben omschreven. Dus ook om extra aandacht te krijgen voor sport. Dat moet je denk ik als sporter ook goed doen, dat een school jongeren daarvoor gelegenheid geeft om extra te gaan sporten. Ja, zeker. De extra sporturen zijn goed en ook leuk dat het aanbod zo varieert. Want ik denk vaak dat er mensen zijn die zeggen ik hou niet van sport. Dan denk ik heel vaak, ja, volgens mij heb jij nog niet de sport gevonden die je leuk vindt. En als je alleen maar zegt ik moet afvallen, ik moet in de fitness en ik sta in een fitnessschool saaie oefeningen te doen, dan snap ik dat. En ik denk dat er voor iedereen een leuke sport is weggelegd. En de ene misschien wat intensiever dan de ander, maar ik denk dat iedereen een sport kan vinden die hij leuk vindt. Dus dat is mooi als er op de middelbare scholen al wordt geholpen om die sport te vinden. Ja.